We staan hier bij de voorzitter Woning Geeft Gent. Jullie hebben een nummer die uitgebracht wordt, De Spiegel. Wat is de bedoeling daarvan? Het is een mooi lied dat door 3 generaties gemaakt is. Wij hopen dat we daar hoopgevend zijn, aanwakkerend en motiverend. Hoopgevend aan de mensen die dakloos zijn, zodanig dat ze zien dat we achter hun staan. Aanwakkerend naar de politiek, omwille van dat we hopen met de cijfers die bekend gaan gemaakt worden, dat het nodig is om iets aan te doen. En motiverend aan de mensen die in de burgers, omdat ze zorgen dat ze ons ondersteunen, zodanig dat we daadwerkelijk iets kunnen doen aan het problematiek. Is de problematiek zo groot hier in het Gentse? Gent is eigenlijk een grote stad die van alles mensen aantrekt vanuit heel België. En dus de stedelijke problematiek is dus groot. De cijfers zijn zodanig dat het weerzinswekkend is. Niet alleen het getal volledig, maar ook het aantal kinderen, het aantal bejaarden, het hoge aantal vrouwen, meisjes die dakloos zijn, jongeren die dakloos zijn. Het zou anders moeten in onze stad als Gent. Vandaag is het eigenlijk de grote dag, het grote nummer. Heel wat werk aan gehad eigenlijk om dat nummer klaar te krijgen? Ja, eigenlijk wel, want het was heel moeilijk om zelf iets te componeren. Ik wist meteen welke feel ik eraan moest geven. Ik wist meteen welk soort gevoel ik er moest inbrengen. En toch wel even beter geweest. Maar hopelijk is het resultaat, wordt het resultaat leuk gevonden. Ja. Ja, ik vind het een heel mooi nummer. Ik kreeg de vraag 2 of 3 weken geleden om hieraan mee te werken. En aangezien het gaat over het dakloze probleem, heb ik onmiddellijk ja gezegd. Hè. Ik word heel vaak gevraagd voor een of ander goed doel. Maar het moet me wel persoonlijk raken. Ik moet er een persoonlijke affiniteit mee hebben met het probleem om te kunnen meewerken. En voor ik bekend werd, heb ik jarenlang straatzanger geweest in Antwerpen. En heb ik ook ja, de straat leren kennen. Hè. De schaduwzijde van de stad, zeg maar. En ook in contact geweest met dakloos. Ik ben zelf nooit dakloos geweest, maar wel mensen gekend. En ja, ik vind dit een initiatief dat me zeer aanspreekt. Ik vind ook, een zanger moet meer doen dan alleen maar entertainen of amusement brengen. Een van mijn allereerste liedjes is getiteld Een zanger moet trachten pijn te verzachten. Dus dat is mijn statement, dat is mijn artistieke credo. En als je dan gevraagd wordt voor zo'n project als dit over de daklozen, ja, dan kan ik mijn artistieke credo ook waarmaken. Vandaag hier in de opnamestudio een prachtig nummer die we hebben, Spiegel. Het ligt gevoelig bij de mensen. Inderdaad, ik denk dat een problematiek, de daklozen in ons land, een problematiek is die soms wat verdoken zit en die al heel lang aanwezig is en die daarom ook zeker op deze manier nog eens onder de aandacht moet gebracht worden. Want het zijn al te veel maar mensen of onbekenden waar je voorbij wandelt en misschien met de nodige, ik heb dat ook met de nodige schroom en je wilt wel iets doen, maar wat kun je doen? Dus op deze manier, ikzelf als muzikant en Thamsen en Guido Belcanto en dan de andere muzikanten, wat kunnen wij goed? Nummers schrijven, een gevoel vertalen in een nummer en een maatschappelijk debat openen door middel van muziek.